Morgen. Ik ben Gerard, ik ben kok bij Zeilse te Eendracht en dit is Meerte die mij vandaag gaat assisteren. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan vandaag wat ingrediënten maken voor onze rijsttafel. Meerte, heb je er zin in? Zeker! Mooi! Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat leren vandaag. Nou, we gaan beginnen met de rendang. Ik heb hier de ingrediënten. Uien, het hoofdingrediënt rundvlees, trassie, wat gerookt spek, knoflook, het verse peper. En seré, dat is citroengras. Meerte, we gaan beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Ik begin met de uien te snijden. We doen een beetje olie in de pan. Ja. En we doen de uitjes. Hoor je het, Meerte? Zeker, lekker sissen. Ja, lekker sissen. Nou, ondertussen krijg jij van mij een spatel. Ja. En dan kan je lekker blijven roeren. Dan ga ik de knoflook snijden. Ja, doe ik. En die gaat er wat later bij, want als die mee gaat bakken, wordt die namelijk bitter. Nee. En dat is niet zo lekker. Nee. Wij gaan natuurlijk uit van het beste. We gaan nu de bamboe maken, de bomboe. Dat is een beetje de basis voor het hele gerecht. En dadelijk gaan we het vlees even aanbakken in de oven. En als de bamboe klaar is, doen we dat erin. En dan laten we dat lekker een uurtje of vier lekker sudderen. Met al die smaken erin trekken. We gaan nu de peper toevoegen. En Meerte die blijft lekker doorroeren. De uitjes zijn lekker gaar. Een beetje glasiet. Komt lekker dat zoete eraf. De knoflook gaat erbij. Dus je het smaak toevoegen. Ja. De bomboe erbij doen. Deze laten we lekker meefluiten. Dan komen al die smaken los. Ja. Dit noemt men in jargon minuteren. En dan lekker. Is dit pittig? Dit, dat is pittig, ja. Er zitten al die kruiden in. Wij rijden altijd zelf een basis. Om onze eigen smaak te creëren. Oh ja, het ruikt ook wel sterk. Ja. En dan gaan we de bouillon erbij doen. Allemaal in één keer? Nee, niet alles. Het gewone gedeelte. Het vlees even ondertussen staat de oven lekker voor te verwarmen. Kan die in één keer dichtschroeien. En hoe lang gaat het zo meteen in de oven? Ja, 5 minuutjes. Okay. Dus maar net even dat hij dichtgeschroeid is. Okay. Dat die sappen er lekker in blijven, dat het vlees er een beetje mal blijft. Ja. Een beetje peper. De pepermolen nog even. Stoten de hasjes weer. We gaan nu het vlees in de oven doen. Gaan we lekker dichtschroeien. Oh, kijk eens, het vlees is lekker bruin. Heerlijk. Yes. Lekker sissend. Lekker sissend. En dan gaan we dat in de saus doen. Jij hebt er één uit de weg, want ik doe dit er even bij, want dan sta je echt op branden, zie je. Ja, dan mag je weer een klein beetje roeren en laat dat maar even lekker staan. Ja. De bamboe is klaar. Nu doen we de seré er nog lekker bij. Dat is citroen, geeft een beetje frisse smaak. Dit doe je gewoon in het gerecht? Dat doen we er zo in en dan halen we het dadelijk weer uit. Oké, dus dit is gewoon echt voor de smaak? Ja, doe maar lekker een beetje onder doen. Zo, ja. Kijk, en dan gaan we naar deze toe. Deze pit staat iets lager. Gaan we nu een stukje proeven? Ja. De smaak, die gaan we nou lekker intrekken. Ja, is wel lekker. Ja. Hij is wel pittig. Hij is pittig, want dat is ook rendang. Hè? Dat is ook. En als die dan een beetje aan het indrinken is, doen we nog een beetje bouillon erbij. Okay. En dan wordt het een heerlijke rendang. Yes. Oké, got this. Wij gaan nu de nasi lekker bereiden. Dat noemen ze nasi piepen. Dat is bij de marine. Let's go, nasi piepen. De rendang staat lekker te pruttelen. Ja. En nu gaan wij samen simultaan nasi maken. Is goed. Alright. Alright. Pak de olie. Ja. Doe maar zelf in alle deze pannen. Goed? Ja, doe maar lekker husselen. Dit is gerookt spek. Uien. En lekker laten bakken. Gaat die goed? Zeker. Mooi. Kijk, dan gaat die lekker al een beetje bruin worden. Dan doe ik er een beetje trassie bij. Maar de basis hiervoor is eigenlijk hetzelfde als daarvoor.
Eigenlijk wel, ja, een beetje Indisch. Maar we gaan geen peper gebruiken, we gebruiken een beetje sambal. Gaat er ook bij. Sambal, ja. Met een beetje voor de pit. Kijk, oh, wat oh, lekker. Een lekker kleurtje. Oh. En nou gaat er een beetje knoflook erbij als laatste. Dan gaan we een beetje wortel erbij doen. Mag ik ook een klein beetje zo. Lekker bakken. Ja. Een klein beetje kool. Laten we lekker mee bakken. Ja. Perfect. Nou, we laten we een beetje garen. We gaan aflussen met een klein beetje sojasaus. Ja. Dat is een beetje zout, dan krijg je toch een beetje smaak eraan. Niet te veel. Ja. En nu gaan we de rijst erbij doen. Mooie droge witte rijst. Ja. Lekker een paar schatten erbij, dat het al. Lekker husselen, lekker bakken. Lekker husselen. Ja, lekker bakken zo. Ziet er al een beetje uit als nasje, hè? Ziet er al lekker uit, ja. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Nu wel lekker. Wel lekker. Nu gaan we de ham erbij doen. Ham. Dan gaan we de ei erbij doen en blijven broeren, lekker bakken. En we zijn bijna klaar, hoor. Nou, gaat nog redelijk snel. Ja, dat gaat snel. Als je alles klaar hebt, dan gaat alles snel. De voorbereiding is het belangrijkste, werk. Ja. Dat allemaal op orde is, dan kan er niks misgaan. Kan er niks misgaan. Op het laatst doen we de prei erbij. Ja. Dan pakken we allebei twee lepels. Ja. Nu gaan we natuurlijk even proeven of die lekker is. Nou, gaan we proeven, meten. Ja. Eens kijken of het een beetje lekker is. Net zo lekker is als het eruit ziet. Ja. Mm. Ja? Mm. Ja, ik vind hem lekker. Ja. Mm. Nou, nu gaan we de rendam even afmaken. Die heeft er lekker vier minuutjes opgestaan. En dan gaan we een beetje kokosmelk erbij doen. En waarvoor is dat, Gerard? Dan wordt het wat zachter. En de smaak van die kokos die van nu ook. Lekker erin trekken. En Peter, wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ik heb een beetje een. Ja, kijk, ik neem normaal hier in de keuken er aan toe gaat. We hebben net koekoek gemaakt, daar hebben jullie het ook deel van gezien. Ik ja, vind het leuk, even gezegd, dat deze koekoek super gedaan. Graag gedaan.